Yo mensen van School Games, mijn naam is Jeroen en vandaag gaan wij Kena of the Bridge of Spirits opnemen. Dit is de 7e aflevering en ja, we waren vorige keer geëindigd bij de monster en daar ga ik gelijk naartoe. Dus de volgende shot is de monster. Yes, oké. Okay. Nou, we moeten tegen Corrupt Taro. Die waren, hier was ik steken gestopt. Oh, wow. Oké. Okay. Dat was even heftig. Okay, ja. Hoppa, oké, daar hebben we hem. Oh, wat? Oké, wat gebeurt er? Waar een epische... Oh, ja, oké. Ik heb een korrel daarover geslagen. Nou. Wat gebeurt er? Oké, nu is er weer een cutscene. The sickness that took our parents was spreading through the village. Ja. Oké. Spirits of the forest. Walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Okay, heftig. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Wait. Is that what's happening? I wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Yeah. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. Okay. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. What a cookies.
Wat nu? It happened the next morning. Oh nee. Oh, die stad, die boom is gevallen zeker. Oh, dat is nog erger. The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Okay. Oh no. No. Benny! Saya! Where are you? Ah, toen waren we bij die gebied. Oké. Toen was de lantern dus die. Oké, nu is alles wel duidelijk. Nu is alles wel duidelijk wat er nu is gebeurd. Oh ja, en bij de kist, die was daar ook. I was supposed to protect them. Dit verhaal gaat ons heel veel tijd kosten. Maar dat is wel alles duidelijk. Dus. It's hard to forgive myself. Taro. The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. Yeah. You will always be their older brother, and they still need you. Yo, is Benny in Saya? I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. Oh. You have to go now. Okay, yes. Dan kunnen wij dus zodra die pad volgen. Oké. Rood uit Avril, oké. Dat is voor onze beestjes die we kunnen gebruiken. Maar wat nu? Het hele gebied hebben we nou ontgiftigd. Dat wel. Kijk hoeveel beesten we hebben om ons heen, man. Dat is niet normaal. Oké. Maar we hebben nu iets meer levens. Oh. Oké, we moeten nu niet op die kant. Dat is een hele weg terug. Nou, laten we
afspreken dat ik jullie hier bij die trail zie. En ja, dan krijgen we waarschijnlijk een nieuwe missie. Ik weet niet hoe lang ik dit verder ga doen, maar dat zien jullie dan wel. Nou, ik denk dat we er zijn. Zijn we er wel, zijn we er niet? Ik heb geen idee. Oké, ja. We moeten daar in het midden komen, bij die maskerplek. Dan kunnen we iets krijgen. Maar wat? Geen idee. Een nieuwe missie waarschijnlijk. Dus we moeten hier even iets... Oh, ik denk dat ik even kort niet heb in de buik. Oké, ja. Bij die masker kan ik allemaal dingen krijgen. Maar dat is niet wat de bedoeling is. Taro rests with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. Ja. Dat is waar. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. Ja, dat is waar. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still remains. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Oké. Matthias Mask. Zullen we moeten daar nou iets mee doen? Nou, ik dacht dat we hier naartoe moesten. Maar niet heus, we moeten hier niet zijn. We moeten iets verder zijn. We moeten namelijk naar een gele veld gaan. En ik dacht dat we naar die paarse veld moesten. Even kijken. Ik denk dat we daar die kant moeten. Ja, dat is hem. Dan doe je T en dan krijg je die masker. Hoppakee, dan hebben we nieuwe velden die we openen. En dan krijgen we een nieuwe verhaal. Nou, dat is met Taro. Maar nu krijgen we van Adira. Ik weet niet wie Adira is. En, maar daar komen we wel snel genoeg achter. Als we deze plek naartoe gaan. Ik wil een beginnetje van dit maken. En dan houden we het wel voor gezien. Even kijken. Hier. Hier naartoe. Bam. Kijken wat we hier hebben. Ik ben benieuwd wat we nou het voorgeschijn krijgen. We moeten toch een verhaal krijgen? Oh. Ging even mis. Oh. Nou, we krijgen een verhaaltje. Wat is dit nou weer? Nou, waar waren we gebleven? Dit was die ene waar je me komt terug, ja. Dat is die nieuwe karakter. You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. You say? She was a great woodsmith. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. Okay. I have an item. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. Okay, alright. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm.
You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. What? With focus, you can gather that energy. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. Okay. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Oh, dit gaat een hele lange klus worden. Ik zie het al. Nieuwe ability heb ik nu. Ik kan een bal gooien. Oké. Okay. Elder Woodsmith. Oké. Okay. Dames en heren, we eindigen hier de video. Vond je nou een leuke video? Doe hem duimpje omhoog. Je rest kan abonneren op mijn YouTube kanaal als je het leuk vond. Om eens te kijken de vorige video zien. We hebben dit keer de Taro's Mask compleet gemaakt. En een nieuwe missie gevolgd. En ja, er is wel genoeg voor vandaag. Dus één ding. En dat is... Doei!